Draco Gamers, Les hier. Welkom terug bij meer avonturen hier in de Pokémon-wereld. Welkom terug bij Pokémon Heart Gold. De vorige keer hebben wij Vicky gekregen van Professor Elm. En ik wilde deze keer eigenlijk naar het huis van Mr. Pokémon komen. Maar dit gaat niet als die bejaarde mij weer in komt halen. I made it. Ja, het gaat goed met je kunstheup zo te zien. I forgot about one thing. Take it. Oh, ik heb een kaart gekregen van hem. Dankjewel. Vaak ook in ons Pokégear can now show the town map. Oké, vet. You'll see the map of the region. Fijn. Dag meneer. Kom nou niet nog een keer achter me aan. Deze keer wil ik toch echt naar Mr. Pokémon toe. Anders zou het echt uren, maanden, jaren duren voordat we daar kunnen komen. En het is weer een Pokémon. Wat voor beest is deze keer? Weer zo'n freaking Pidgey. Ik vind dat er hier een wet moet komen waarin staat dat alle Pidgeys officieel uitgeroeid moeten worden. Laat mij het eerste zetje geven. Ik sloop de eerste wel. Laat mij daar mijn best maar voor doen. Hoppakee. Bam, jongen. Als ik hem dan nog kon vangen, dan was het nog wat anders. Maar dat kan dus niet. Want ik heb nog geen pokeballen. Cyndaquil heeft ook pokeballen, want het is een mannetje. Er ligt er één. Gimme pokeball. Gimme pokeball. Gimme, gimme, gimme. Oh, vaak nog found a potion. Ja, daar had ik er al 5 van. Man, ik wil die nog een potion. Hallo meneer. You're wearing the running shoes. Absoluut. Heb je goed gezien. Wat is dit? Die wil ik ook hebben. Het is een apricorn tree. There is no reason to take it. Oh, wacht even. Volgens mij had die vent hier. Kreeg ik hier een mandje van hem. You did mean to visit my house. Ja, want ik wil iets van je hebben. Geef mij een mandje of iets. Geef. Apricorn box. Dank u wel. Kunnen we die dingen voortaan gaan plukken? En van die dingen kan je speciale pokeballs maken. Dus dat moeten we eventjes doen. Dit was een groene apricorn, geloof ik. Ja. Geef hier. Bloop. It's a green apricorn. Dankjewel, meneer de boom. Dat had ik ook nog niet gezien dat het een groene was, zeg. Jongen, jongen. Soms denken ze echt dat ik hartstikke dom ben in het spel. Waarschijnlijk Nintendo-logica. Pidgey, level 4, zo. Nou, niet te gevaarlijk gaan worden, hè? I'm gonna kill you! Met je level 4 hoofd. Binnenkort zullen deze gevechten echt veel korter worden, jongens. Als ik binnenkort wat sterkere Pokémon's heb. Ja, ze zijn nou eventjes niet zo heel sterk. Dus het moet maar even. Gewoon een paar keer tackelen. Weet hij meteen hoe hij dat moet doen. Hoe vaker je iets oefent, hoe beter het lukt. Dus hoe vaker we tackelen, hoe sterker die wordt. Het zal wel niet zo werken. Maar ik kan het altijd hopen. Terwijl Pidgey fainted. En ik heb 31 XP. Hoppakee. Met die XP die kan ik dan weer goed gebruiken. Vicky grew to level 7. Patser dat het is. Mijn Vicky is een patser. Hoppakee, we komen er zelfs uit zonder dat we een Pokémon tegenkomen. Wie is hier de baas? Dat ben ik. Antidote. Daar heb ik er net een aantal van gekocht. De vorige aflevering. Wat staat hier? Mr. Pokémon's house. Straight ahead. Dat kan niet, staat een bordje in de weg. Kan niet straight ahead. Moet hier, via dit paadje. Straight ahead, dat gaat niet hè. Dan loop ik de hele tijd tegen die paal op. Dat doet zeer. En mijn voorhoofd is al zo beurs als me kan. Zitten hier geen Pokémons? Nee, ze zijn uitgegroeid. Oh, roze. Die wil ik hebben. Geef mij een roze. Klunk, 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 klunk. Hoppa. It's a pink apricorn. Jo. Had ik ook nog niet gezien. Dit is het huisje van Mr. Pokémon, hè? Mr. Pokémon, jongen. Hallo, coole hoed. You must be vaker nog. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wat ga je nou doen? Hij ging iets bij zijn kast doen. This is what I want Professor Elm to examine. Vakenhof obtained the mystery egg. Oeh, lekker. Gaan we een omeletje bakken op de rug van Vicky. Lekker met kruiden. Een beetje kaas erbij. You're returning to Professor Elm. Your Pokémon should have some rest. Ja, dat is een goed plan eigenlijk wel. Mijn Pokémon was een beetje dood. Had een hoop klappen gekregen. Hallo meneer. Professor Oak. Matty, gabber, gozer vriend. Waarom zijn hier twee van die oude mannen in één huisje? Er gebeuren hier hele enge dingen. You will treat your Pokémon with love. Ja, moet je eens opletten. Als er niemand kijkt wat ik met die Pokémon ga doen. It automatically records data on Pokémon you've seen or caught. It's a high-tech encyclopedia. Dan kan ik toch ook naar Wikipedia gaan. Daar staat ook alles op hoor. Ik heb nog een hele dure telefoon, dus kan ik ook op internetten. Dus kan ik ook naar Wikipedia gaan. Vaker of registered. Professor ook in de Pokégear.
Fuck it, ik ga het woord niet eens zeggen. Veel te moeilijk. Registered. Veel te moeilijk. Mag ik nou gaan? Dag meneer, ik neem uw ei mee. Als u een deel van de... Oh god. Professor Elm, wat moet je? Hallo, back enough. It's a disaster. Oh wat, heb je in je broek gepiest? Of heb je allemaal vieze dingen gedaan terwijl je naar die pornofolder van je zat te kijken? Nou, gaan we eens kijken wat die moet. Wat zal hij willen, die rare professor Elm? Er zaten geen eens Pokémon in dat stukje gras. Kunnen er niet alle stukjes gras zo zijn? Hoppa. We gaan eens kijken wat die professor Elm moet. Moeten we helemaal terug naar New Barktown? Dat is een tafers aan het lopen, jong. Gelukkig kunnen we rennen. Het scheelt een hoop. Oh god. Hey! Jij was die gozer. Die buiten stond. You got a Pokémon at the lab. What a waste. That's a Pokémon that's too good for a wimp like you. Wat? Noem je mij een wimp? I'm gonna wimp your ass. Meneer met je rode haar. I'm gonna kill you. You are challenged by a passerby boy. Oh ja. Hij heeft een Totodile. Hij is sterker. Maar hij heeft gelukkig nog geen water aanvallen als het goed is op level 5. Laten we eens pesten. Smokescreen! Kijk of je nog wat ziet. Het is een accuracy fel. En hij raakt me nog ook, die held. Wat een lummel, joh. Leer, kom op. Laag die... Maak die verdediging eens een stukje lager. Oh, dat kan hij ook. Ja, dan staan we dus weer gelijk, hè. Heb ik nog niks opgeschoten. Fight, tackle, kom op, rammen. Ram die krokodil in een handtasje. Kom op. Ah, gewoon het handtasje maken van die Totodile. Die zijn heel duur. Handtasjes van Totodile leer. Don't scratch me. You're doing okay. Klopt. Stukjes afmaken, let op. Tackle, bam, dood. Sterf. Goed zo. Totodile is dood. Dag Totodile. Vicky King 70 XP, zo. Het is nogal wat. Level 8. Vicky, je bent goed bezig, jongen. Max attack 2, defense 2, special attack 2, hoppakee. Player defeated, passerby boy. Are you happy you won? Yay! Zo blij. Echt, ontzettend blij. You want to know who I am? Nee. I'm going to be the world's greatest Pokémon trainer, zei hij dat nou? Dat kan niet, want dan word ik al. Give it back, that's my trainer card. We hebben gewoon even zijn zakken gerold. Natuurlijk, ja. Komt iemand tegen, laten we hem zijn zakken rollen. Route 29, kijk wat die professor Elm nou eigenlijk moet. Als hij me niet denkt dat ik zijn broek ga verschonen, want dan heeft hij toch helemaal mis. Ik ga niet door dat gras. Zometeen kom ik weer zo'n scheidbeest tegen. En dat weet ik niet. Ik wil geen Pokémon's meer zien de rest van de dag. Ik heb er al veel te veel gezien. Die Cyndaquil, die houdt me aardig bij trouwens. New Barktown. Hallo, daar zijn we weer. Oeh, kinky. Iemand speelt politieagentje. Who are you? We are investigating the case of the missing Pokémon. Ja joh. The one who did it? Nee, ik ben onschuldig. Dat was een red-haired boy. Oh, die aap van daarnet. Passerby boy, ja zo heette die. You battled a boy like that? Did you happen to get his name? Nee, heb ik hem niet gevraagd. Hoe heet deze gozer? Ja, zullen we daar nou eens van maken, hè? Wat zullen we hier nou eens van maken? Ik denk... Hij heeft rood haar. Laat ik hem... Ja, hoe zou ik hem eens noemen? Ik heb echt geen idee. Hoe zal ik deze gozer noemen? Misschien een leuke vraag voor jullie. Vaak gamers... Hoe moet ik deze gozer gaan noemen? Laat een coole naam achter in de reacties. Zullen er ongetwijfeld een heleboel worden, dus de kans dat ik je naam uitkies is niet zo heel groot. Maar ja, hij is er wel. Laat achter in de reacties hoe ik deze jongen moet noemen. En dan zie ik jullie de volgende keer hopelijk weer terug bij meer avonturen hier in de Pokémon World. En bij meer Vaco Games. Voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken. Vergeet niet Waarom praat ik altijd zo snel? Gewoon eens rustig. Praat aan het eind van mijn video's. Vaco Gamers, vergeet de groene duimpjes niet te doen. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug bij meer Pokémon. Mazzel!